Helemaal superleuk dat je weer kijkt naar mijn nieuwe vlogmas. Het is vandaag dus 11 december, dat betekent dus vlogmasdag 11. Ik ben dus nu buiten, want je denkt van waarom vlog je zo laat? Het is trouwens echt al avond. Maar ik had gewoon in de ochtend, had ik echt heel veel haast. Nou ja, haast ook weer niet helemaal. Maar ik moest dus mijn konijn vangen, want die was dus aan het loslopen. Maar ik ga... Ik ben naar zijn plein geweest. Alleen, ik heb alleen maar met mijn telefoon wat gefilmd. Ik ben dus nu bijna bij mijn tante. Waar ik zo meteen ben. Daarna ga ik weer naar huis. Ga ik editen. Zoals gewoonlijk weer. Heel saai dit. Maar ik had gewoon heel veel haast. Want mijn konijn die liep dus los. En het is altijd echt al best wel moeilijk om hem dus weer te grijpen. Te pakken, zeg maar. Het is altijd best wel lastig om hem dus te pakken. Dus dan vlog ik dus nu laat. En hij is niet scherp. Maar ik ga ze nu doorlopen. Ga ik ze naar mijn tante toe. Wordt nou scherp, zeg. Mijn camera heeft er last van. Maar ik ga dus nu naar mijn tante toe. Daarna ga ik dus dadelijk weer verder vloggen. Als ik dus best ben. Ik ben net weer thuis. Het is dus nu bijna 8:30. Ik heb letterlijk vandaag echt bijna niks gefilmd. Ik was vandaag trouwens vrij. Maar ik heb trouwens niks gefilmd. Wel, heb ik trouwens al verteld. Maar ik ben dus even naar... Ik was even bij mijn tante. Oké, wat ik dus aan heb vandaag is dus dit truitje van de Cotton. Dan mijn broek is dus van de Only. Gewoon deze. En dus mijn laarsjes van La Zimani. En trouwens, sorry als deze vlog echt super kort is. Maar ik kan er gewoon ook niks aan doen. Dat ik in de ochtend gewoon geen tijd had om te vloggen wat ik wou wel doen. Maar toen belde Luciana. Toen dacht ik van ja, ik ga ook niet openen als zij aan de telefoon zit, zeg maar. Heel awkward. Maar in ieder geval... Dat. Oh ja, trouwens, ik heb jullie trouwens nog helemaal niet verteld. Maar Hazel, die vindt het nu echt super leuk om dus uit de kooi te gaan. Dat heb ik jullie eigenlijk al verteld. Maar die vindt het dus ook leuk om dus achter bij mijn bed daaronder dus allemaal te kruipen. Dus ik moet dit allemaal gaan stossen. Kijk. En hij zit lekker te eten van zijn hooi. Maar dat ga ik dus dadelijk doen. Maar ik ga dus nu even editen. Nu ik zo laat thuis ben, moet ik dus nu echt gaan editen. Want ik dacht dus dat ik dus wat vroeger zou thuis zijn. Maar het zal eens kritischer zijn als het niet zo was. Dus nu weer de adventkalender weer openmaken. Dus vakje nummer 11. En die zit dus hier. Ga ik even openmaken. Dat zijn dus weer van deze tuitjes. Maar dat lust hij niet. Helaas. Dus die. En dat zijn dus nummertje 2, denk ik. En dat is, zijn dus met paardenbloemen is dat. Misschien lusten ze ineens wel. I don't know. Maar hij wil eruit. Ik ga dus nu weer in de douche. Ik ga dus nu mijn make-up dan afhalen. Daarna ga ik dus lekker douchen weer. Want ik weet niet. Ik douche liever altijd als ik dus in de ochtend heb gedoucht. Dus s'avonds weer, want ik ben gewoon een beetje vreemd. Maar ik doe het toch altijd wel, want ik weet niet. Ik vind het altijd wel fijner of zo om gewoon lekker fris of zo mijn bed in te gaan. I know. Maar in ieder geval, ik ga zien wat ik dus gebruik voor mijn als reinigingsproducten. Dan moet je even kijken naar mijn vlogmus nummertje 2, denk ik. Dat ik het heb laten zien. Dat ik het dus snel heb laten zien. Was het nummer 2 of nummer 3? Dat was volgens mij ook een maandag. Volgens mij nummer 2. Maar ik, wat ik toen heb ik het laten zien versneld. En ook even laten zien wat voor producten ik heb gebruikt. Maar ik ga ze nu deze vlog afsluiten. Want ik ga ze nu lekker douchen. Daarom sta ik dus nu in de badkamer. Trouwens, sorry voor mijn haar. Trouwens, want ik ga dus daar douchen. Dus. Ja, maar in ieder geval. Vond je deze vlog leuk? Doe dan je duimpje omhoog. En ben je dus nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Komt hier beneden. En ik zie je morgen weer bij mijn nieuwe vlogmas vlog. En ik ben trouwens echt al 10 dagen bezig. Dus eigenlijk 11 dagen bezig. Superleuk. Dus ja, tot morgen dus.